eten voor de winter. Want in de winter dan en in de bronstijd dan hebben ze geen tijd om te eten. Dus dan moeten ze alleen maar achter de dames aan en de dames bij zich houden. Dus dan hebben ze geen tijd voor om te eten. Als ze dat wordt ze leuk en merrie bedenkt. Nou, dat zou best kunnen. Ja. Als ze niet bij kunnen eten, dan hebben ze dus een probleem. En wij verwachten dan ook dat ze nu... Nu zijn ze ook weer heel druk, maar heel laat druk geworden met de brons. Dus ik verwacht nu ook wel weer problemen. Dus ik denk dat deze winter onder de herten, onder de mannetjesherten, in ieder geval niet. Maar goed. Ja, want ze zijn heel laat met de brons begonnen. Ik was met een vriend op de Veluwe op bond tocht met de Land Rover mee. En ze hadden hun laatste rit. En in de verte hoorden we al wel wat. Maar dat was volgens mij een koe en volgens hem brons. Oké, daar hebben we geen discussie over gehad, want daar ga je niet tegenin. Maar toen moest de brons eigenlijk nog beginnen. En toen hadden zij hun laatste rit al. Dus... Sorry. Als dat de laatste rit is, dan hebben ze wel eens ook geen voorzien. Nee, daarna hebben ze nog wel wat spontane ritten van boekingen en dergelijke. Als ik in het beheergebouw ze bij elkaar laat komen, dan heb ik alle geweien bij me. Bedankt. Hoe laat ben je? Half drie tot drie uur verzamelen, dan gaan we rijden. Met de wonden. Jop. Zo, nog even in de lucht.